Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag zijn bij mij te gast Bert van den Berg en Hugo Koning. Beiden zijn universitair docent klassieke talen in Leiden en zij hebben geschreven over de mythe van Plato. Ja, heren, welkom. Dank je. Hier in Leiden. Merci. Dat is een thuiswedstrijd, hè? Klopt. Ja, heel goed. Jullie hebben een mooi boek geschreven, toegankelijk boek ook, over de mythe van Plato. Bij lezing dacht ik, hebben ze ze nou echt allemaal? Of zitten er toch af en toe bij Plato nog stukjes tussen waar die hadden er ook nog in kunnen staan? Had je iets in gedachten dan? Wij hebben het wetenschappelijk aangepakt. We hebben eerst alle artikelen hierover gelezen, alle lijsten verzameld. Geconcludeerd dat bijvoorbeeld in Engelstalige bloemlezingen dat ze verder van compleet waren. Maar er zijn natuurlijk altijd wat grensgevallen. Hè? Ja, nee, dat is het ook. Maar mocht je iets missen? Nee, zeker. Maar daar hebben we het dadelijk nog over. Maar nee, het is een mooie verzameling geworden. Inderdaad wel. Het dekt volgens mij vrij volledig de mythen van Plato. Wat ik mij bij lezing afvroeg, we gaan het daar in de loop van het gesprek ook nog wel over hebben, die mythen van Plato. Ja, waarom heeft hij ze geschreven, maar waarom hebben jullie er een boek over gemaakt? Laten we dan met het laatste beginnen. Ga gaan. Oké. Goed, er is een toevallige reden en een diepere reden. De toevallige reden was dat Hugo, die zelf heel erg geïnteresseerd is in mythen, zei, nou, die mythe van Plato, ik weet iets van mythe, jij weet iets van Plato, kunnen we samen iets doen? En dat was op zich natuurlijk best... Ja, want dat is een beetje jullie rolverdeling ook in het boek geweest. En je wil af en toe ook iets maken wat je aan familie en vrienden kan laten zien, weet je. Hè? Want je wetenschappelijke publicaties, ja, dat sneu, maar dat wordt weinig gelezen. Dus dat was een soort praktische aanleiding. Voor mijzelf geldt dat ik... Ja, Plato is voor mij toch de Griekse filosoof. Dus als ik daar iets aan kan doen, dan vind ik dat zo en zo ook leuk. En ook een wat speelsere manier, anders dan zo'n wetenschappelijke benadering, om dat gewoon eens in een meer essay-achtige vorm daarover te schrijven. Dat gaf toch wel een bepaald soort energie. En ik denk ook, of wij denken ook, dat die verhalen ertoe doen in die zin. Ja, we hebben dat wel genoemd instrumenten om te denken. Dus die verhalen zitten in een bepaalde Platoonse context. Alleen wat je ziet, en dat proberen we ook in dat boek te laten zien, is dat buiten die context vaak die verhalen een heel eigen leven gaan leiden. En dat mensen dat gebruiken op verschillende momenten in de geschiedenis, op verschillende, hele verschillende manieren, om over dingen na te denken. Hè? Dus juist omdat het beeldende verhalen zijn. Hè? Dat is, ik zou maar zeggen, in de oudheid is wel eens een vergelijking gemaakt dat tussen de parabels uit het Nieuwe Testament en die mythe van Plato. En met die parabels geldt natuurlijk precies hetzelfde. Je kunt daar, en dat gebeurt natuurlijk, ik zou maar zeggen, desnoods elke zondag, een heel nadenken over waar je mee bezig bent. Dus dat speelde ook een rol. Ja. En nogmaals, ik vind Plato gewoon erg leuk. Ja, nee, zeker. Je bent ook al heel lang mee bezig, hè? We kennen elkaar ook al aardig wat jaartjes en zo. Ja, Hugo, mythes hebben jouw interesse. Dat klopt. Ik vind heel veel van die mythen van Plato nog geen reguliere mythes. Het is anders. Het is inderdaad anders. En het is ook heel moeilijk om eigenlijk gewoon te zeggen, wat is nou een mythe? Ja. Dus mythologen de afgelopen 50 jaar, die vechten elkaar ook een beetje de tent uit om nou een definitie daarvan te vinden. Dat geeft ook verder niet zo heel erg dat we dat niet hebben. Maar er zitten natuurlijk wel een paar elementen in die je dikwijls terug ziet. Bijvoorbeeld, hè, dat zijn de meeste mensen het althans wel over eens, is dat een mythe een soort traditioneel verhaal moet zijn. Hoewel er ook mensen zijn tegenwoordig die zeggen, nou ja, we zouden bijvoorbeeld Lord of the Rings ook prima mythologie kunnen noemen. En dat is duidelijk te pinpointen in het brein van één iemand die op een bepaald moment iets publiceert. Maar de meeste mensen zeggen natuurlijk, het zijn traditionele verhalen. En dat is dus al een grote breuk met wat we in Plato vinden, omdat wij althans geloven dat Plato al die mythen zelf heeft bedacht. Dus dat is dus ook heel precies, zeg maar, in de geschiedenis te plaatsen. Wanneer is dat nou ontstaan? Nou, dan, en Plato heeft het bedacht. En waarom? En speelt bij jou dan dezelfde fascinatie voor
die mythe van Plato als bij Bert? Ik denk dat we het een beetje vanaf een andere kant invliegen. Dus ik vind het heel interessant om te kijken, wat is er dan mythisch aan? Mm-hmm. En Bert kijkt veel meer van, wat is er filosofisch aan? Yeah. Omdat hij natuurlijk vanuit die hoek zit. En samen kun je dan zeggen, oké, maar wat voor rol spelen die dingen dan bij Plato? Maar ook wel ook de overweging van, het is mooi om deze bij elkaar te zetten en op die manier iets van Plato te laten zien. Ook wat redelijk toegankelijk is voor een wat breder publiek. Maar ook wat resoneert, wat nog iets te zeggen heeft over vandaag de dag? Ik denk heel erg dat mythen in het algemeen dus heel erg levend zijn. Dat is niet iets van bijvoorbeeld archaïsche volkeren of zoiets dergelijks. Dat is gewoon hartstikke alive, ook in de maatschappij van nu. En dat was voor Plato, denk ik, precies hetzelfde. En ik denk dat hij daar dus op een heel interessante manier gebruik wil maken van wat mythen eigenlijk kunnen en wat ze als kracht hebben. Ja, dat zag hij natuurlijk in. Ja. En daarom gooit hij het op allerlei verschillende plekken in zijn theoloog. Nou is een van de klassieke interpretaties dat je bij de opkomst van de Griekse filosofie, ook bij de voor-Socratici, langzaam die strijd tussen mythos en logos kunt zien. En even los van hoe je dat waardeert en interpreteert. Maar het is natuurlijk wel zo dat wanneer je het hebt over hedendaagse mythen, we altijd al in die context zitten van een gerationaliseerd wereldbeeld. Waarin wetenschappen en techniek een heel groot stempel drukken op hoe we met elkaar leven. En hoe we onszelf ervaren. Terwijl de mythen in de archaïsche wereld, even voor Plato en voor Socratici, die hadden als het ware niet die logos zoals wij hem kennen als omgeving. En dat maakt natuurlijk toch de aard van de mythe wel anders. Ik bedoel, is Plato in dat opzicht ook niet een soort belichaming van die eigenaardigheid? Dus dat hij een mythe creëert terwijl hij de logos al heeft omarmd? Ik denk wat je bij Plato ziet is natuurlijk wel heel erg interessant. Hè? Dus die mythe bij Plato is heel prominent aanwezig. Als je gaat kijken, die pre-Socraten, daar zitten mythische elementen in. Maar bij Plato wordt dat ineens een enorm ding. Terwijl Plato aan de andere kant, als je dat wil zien in die tegenstelling logos-mythos, zit je ook duidelijk aan de kant van de logos. Ik denk dat een aantal dingen spelen. Dus ik denk ten eerste dat het te maken heeft met Plato's inschatting dat mensen uiteindelijk toch beperkt rationele wezens zijn. Dat Plato ziet dat er een grens zit aan die menselijke rationaliteit en dat we eigenlijk abstract denken best heel lastig vinden en dat we beelden nodig hebben om dingen beter in te zien. We maken ook in die inleiding, daarin volgen we bestaand wetenschappelijk onderzoek, maar een onderscheid tussen verschillende types mythen bij Plato. Je hebt de mythen die misschien meer bedoeld zijn om een boodschap eenvoudig neer te leggen, meer opvoedkundig. En je hebt de meer filosofische mythen waar die mythe onderdeel wordt van het filosofisch argument om dingen waar je over kunt, rationeel kunt nadenken, ook inzichtelijk te maken, kunt laten zien. Net zo goed als je misschien in de moderne tijd ook gedachte-experimenten hebt. Dus er zit bij Plato wel een hele rijke schakering. Dus die mythe, er zijn een paar van die mythen waarvan je denkt, bijvoorbeeld over pak een beet, het verhaal van de nobele leugen, dat is een beetje een traditioneel. Daar openen jullie ook mee. Ja. Dat is een soort verhaal van, nou goed, dat moet men maar accepteren. Wil je een stabiele maatschappij hebben, heb je een bepaald soort vertelling nodig die voor iedereen acceptabel is, waardoor we de maatschappelijke orde omarmen. Maar als je gaat kijken naar de meer filosofische mythe, ja, daar is dat geïntegreerd in de meer logos-achtige benadering, waarbij dingen poging om dingen ook inzichtelijk te maken en ook misschien ook verder te onderzoeken. Hè? Dus... Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen dat die logos bij een Plato altijd al een, ik zou bijna zeggen, een ambivalente vorm aanneemt. In de zin dat hij al werkt met een dialoog. Heel anders dan wat we zien gebeuren bij Aristoteles. Ja, nou is dat misschien ook niet helemaal eerlijk, omdat we natuurlijk van Aristoteles eigenlijk alleen de colleges over hebben. Ja, precies. Maar toch. Maar goed,
Maar toch, ik vermoed zomaar dat er een verschil is tussen beide heren, ook in een benadering. En want ook als je de, hoe heet dat, de Protrepticos bijvoorbeeld leest, dan is dat toch niet... Laten we eerlijk zijn, die Protrepticus heeft natuurlijk een grotvergelijkingsachtig verhaaltje erin gehad. Maar dat is toch heel anders dan daarom, daarom. En als je het hebt over dialoog, het aardige is aan die... En ik denk ook dat dat ook verklaart waarom die mythe van Plato zo enorm geresoneerd hebben... is dat omdat er zoveel elementen aan zitten, dat het verhalen zijn waar van alles in gebeurt, dat het ook uitnodigt tot een soort dialoog met dat verhaal. Hè? Er is een surplus, ja. Zou ik maar zeggen. Daar wou ik eigenlijk naartoe. En de vraag is waar dat dus mee te maken heeft. En dan komen we misschien toch in de buurt ook van iets van die vroegere mythe. Dat die logos ook bij Plato eigenlijk niet heel eenduidig wordt. Dus er zit een... alleen al het feit dat hij in al die dialogen ook weer van perspectief kan wisselen. Dat niet duidelijk is altijd wat Plato sowieso al... omdat hij natuurlijk bij monden spreekt van, heel vaak Socrates. Of andere, nou ja, bij de wetten is het ook de vreemdeling. Of de personages die daarin opdoemen. Eigenlijk ook dwingen, ook als lezer, om zelf een positie in te nemen. Nou, ik denk wel dat je daar de spijker op zijn kop slaat. Het probleem is hoe Plato vaak gedoseerd wordt. En dat moet wel. Hè. Dan heb je in week 6 van een collegereeks heb je Plato, ideeën en zo. Dat moet je wel. Maar als je gaat kijken hoe het er staat, het staat er nooit eenduidig. En ik denk dat daar een heel duidelijk idee achter zit, namelijk... dat je geacht wordt om zelf na te denken. Plato wil geen passieve consument van zijn filosofie bij Aristoteles. En zoals je zegt, die houdt braaf een soort hoorcolleges. En dan moet je maar mee zitten te schrijven en op te letten. En dat is allemaal ingewikkeld genoeg. Maar Plato wil dat je een soort zwijgende partner bent in die dialoog. Tenminste, zoals ik het zie. En ja... meedenkt met hoe zo'n gesprek zich ontwikkelt. Zoals je wel eens naar een gesprek kan luisteren en denken... ja, hij zegt dat, die ander zegt dat, waar sta ik zelf? Dus het participeren van die lezer. En ik denk ook dat het bij sommige van die mythen het geval is. Het zijn verhalen die vaak ook enigszins wonder zijn, vragen oproepen. En dat het ook een manier is om die lezer erbij te betrekken. Ja. Denk er eens even over na. Ja. Nou was natuurlijk in die periode daarvoor, Plato is geboren 427, even uit mijn hoofd, voor Christus, of 28, om en nabij. Ja. Laten we zeggen om erbij. Nou, het zal niet meer, maar in ieder geval de periode waarin eigenlijk Athene aan het begin van de neergang zit, met de Peloponnesische Oorlog tegen Sparta. In diezelfde eeuw heb je natuurlijk, dat is de eeuw van de tragedie. Aeschylus, Sophocles, Euripides, die pakken natuurlijk ook mythen op. Als je dat nou eens naast elkaar zou zetten, dus de mythe bij Sophocles, je kunt weer alle tragediedichters onderling gaan vergelijken natuurlijk, maar... pak een beet, de Oedipus of de Antigone. Die worden ook bewerkt. Net als wat Plato doet. Hè, want er is geen oorspronkelijke tekst van de mythe. Ik bedoel, die mythes worden ook steeds opnieuw herverteld. Zit daar dan ergens toch een overeenkomst in? Ondanks alle verschillen. Ik denk dat er zeker een overeenkomst is. Je hebt helemaal gelijk. Dus als er is in zekere mate wel een bepaalde vastomlijndheid van mythe. Je kunt niet helemaal andere dingen gaan bedenken. Je kunt niet mythes vertellen waarin Troje bijvoorbeeld wint van de Grieken of zo. Dat gaat niet. Maar een heleboel van die aspecten die wij toch best wel fundamenteel vinden, kunnen dan toch een beetje worden veranderd. Dus het is best wel fluïde. Ja. En dat zie je heel goed bij die tragici, die natuurlijk niet alleen een bepaalde boodschap willen geven, maar ook een bepaald emotioneel effect natuurlijk willen bewerkstelligen bij het... Wij zouden zeggen van, ze hebben de plot al lang verraden, dus je weet al het afloop bij Oedipus, maar dat is dus het punt niet. Dus helemaal het punt niet. En ik snap ook niet zo goed waarom daar zo vaak op wordt gefocust, omdat het...
volgens mij heel vaak des te emotioneel of des te sterker kan zijn als je het dus al weet. In ieder geval in grote lijnen. Daarom zijn tegenwoordig volgens mij mensen ook heel veel bijvoorbeeld films opnieuw aan het kijken of zo. Ze weten van seconde tot seconde wat er gebeurt. Maar dat doet aan hun emotionele beleving ervan echt niets af. Wat die mythe betreft, natuurlijk is het zo dat als je kijkt naar Antigone of als je kijkt naar Oedipus, daar zitten allemaal boodschappen in. Dus de Grieken zelf zeiden altijd al, de tragedieschrijvers, dat zijn onze leraren. Dat waren de Sophoi. Dat waren de wijzen. En die zijn echt de leraren. Maar heel vaak dus bijvoorbeeld op een bepaald, nou in ieder geval polis gerelateerde manier. Dus dat gaat altijd over het leven met elkaar. En hoe je je verhoudt tot je medeburgers of tot de goden of tot de wetten of enzovoorts. Eigenlijk is de polis, zou je kunnen zeggen, echt een hoofdrolspeler in die, in die tragedies. En daar zie je natuurlijk dat Plato, die denkt ook heel graag in een polis-context. Absoluut. Ja, want dat is natuurlijk ook bij de tragedie ook echt de context. Ons is opgekomen na verluid ten tijde van Peisistratos. Althans, die dat echt heeft aangemoedigd ook als een polis-festijn, de Dionysia. Dus in de Oresteia zie je ook heel duidelijk dat natuurlijk die vestiging van die polis ook mythisch wordt onderbouwd. Ja. Maar ik, waar ik ook een beetje naartoe wil, is die opvoering van de tragedie. Had natuurlijk heel duidelijk, en dat zie je ook bij Aristoteles beschreven, een zielsmatige functie. Hè? De catharsis, de loutering, de weg die je als het ware meegaat als. Nou is dat natuurlijk ook maar Aristoteles' duiding en ook toegelicht aan de hand van enkele tragedies. Maar ik denk dat die wel aan een belangrijk punt raakt. En daar zit dus heel sterk, laten we zeggen, het aspect van deelname, van participatie zit daarin. Nou ja, speelt dat niet een rol ook bij Plato, dat hij dat wil? Nou ja, maar dat is een van de dingen. Dus als je gaat kijken hoe sommige van die mythen beschreven worden, dan wordt dat neergezet ook als een soort schouwspel, een soort tragedie, of waar je naar kan kijken. Er wordt altijd heel erg moeilijk gedaan. Plato heeft van die mythes over wat er na dit leven een beetje gebeurt. Daar hebben we over het algemeen de neiging om een beetje weg van te gaan, want dat past een beetje slechter in ons wereldbeeld, hè, dat je hierna gestraft of beloond wordt. Maar als je bijvoorbeeld aan het eind van de staat, hè, daar staat een mythe van R, waar meneer R naar de onderwereld gaat en dan allerlei Homerische helden ziet en wat daarmee gebeurt. Dat wordt beschreven als een, letterlijk in de tekst, als een schouwspel. We weten dat uit die tijd ook dat er verschillende tragedies waren die daarover handelden. En het idee is inderdaad, en er wordt ook beschreven het effect dat het op die manier er, dat is een soort Dante-achtige figuur die naar die onderwereld gaat, maar daarna weer terug mag. Maar die ziet dat als een schouwspel, die ervaart die gevoelens waar Aristoteles het over heeft, van een medelijden, maar ook een soort, er zit ook een humoristische kant aan, dat is wel heel, heel grappig. Ja, nou dat is bij Plato toch heel vaak. Hè? En daarom, bij Plato zit er altijd, Plato is een ui, hè? Dus elke, nee, maar dat elke keer als je, dan heb je een grappig laagje, komisch laag, dan denk je, ja, maar nu wil ik naar de serieuze kernpeuille erop. En dan onder dat serieuze laag, er zit altijd. Maar dat is bijna de diepste ernst, hè? Eén die zichzelf uiteindelijk ook niet te serieus wenst te nemen. Precies. Maar om terug te komen op die mythe van, daarvan is wel gezegd, en dat kun je ook zien, dat die lezer die ziet dat, hè, en nogmaals, het wordt ook beschreven als een schouwspel, en gaat zich, en dat is de bedoeling, vragen stellen over zijn eigen leven. Dan kan je zeggen, ja, maar moet je dat letterlijk nemen dat je hierna doodgaat? Nee, het gaat over fundamentele dingen, namelijk dat je leven, de toekomst van je leven wordt bepaald door de keuzes die je nu maakt. Hè. Dus je kunt dat, en ik denk dat het ook bij Plato erin zit, hè, dat als jij voor een bepaalde manier van leven kiest, dan zitten daar consequenties bij. Hè? En je kan dat in een hierna, hè, want bij Plato word je dan gereïncarneerd en dan moet je leven leiden. Dat is natuurlijk, ik zou maar zeggen, in ons leven ook. Hè? Als jij ervoor kiest om, pak een beet, om het grote geld te gaan verdienen, tegen elke prijs, ja, dan kun je niet meer aan het einde van je leven zeggen van, maar nu heb ik de kwade consequenties daarvan. Hè? En, en,
En het wordt neergezet als een schouwspel, als iets waar je naar kijkt. Ik heb daar overigens altijd die associatie gehad met Homerus en de afdaling van Odysseus in de wereld. Hè? Wat hier, vind ik, bij Plato dan erbij komt, is die wonderlijke synthese, zeker ook op dat soort plaatsen, maar je ziet het ook eigenlijk in andere mythes die jullie beschrijven, ook in de Phaedrus en zo, hoe daar ergens ook die hele astronomie en astrologie bij komt. Hè? Want het is, dit is de tekst uit de Status, eigenlijk een vroege tekst waarin Plato, ook binnen de astrologische traditie, die natuurlijk heel oud en lang is, toch als de vroegste leraar wordt gezien, op schrift althans. Ja. Hè? Want het is een veel langere, vermoedelijk heeft een veel langere traditie. Maar dat hij dat zo neerzet, hè? Dat dus het geboortemoment eigenlijk ook gerelateerd wordt aan de constellatie, om het zo maar te noemen. En met de daimon die daar, het beschermgeesten vertalen jullie, hè? Dat vind ik wel mooi, hè? Ja, we hebben daar lang over gehad. Dat is helemaal niet zo. Het doel is dat. En überhaupt die passage waar we. Ja, je wilt hem toch ook maar toch een beetje consequent doen, zodat de lezer ook nog kan volgen. Oh, dat is toch weer diezelfde figuur. Want hij is natuurlijk ook niet consequent. Hij speelt niet altijd dezelfde rol. Dus er zou ook zeker iets voor te zeggen zijn geweest om hem op andere manier, verschillende manieren te vertellen. Om Diamond te laten. Ja, maar dat vind ik dan weer een beetje vals spelen. Dan ontwijk je het vraagstuk. Nou ja, vooral, en dan komen we denk ik weer op hetzelfde punt uit. Wat ook wel bijzonder is, omdat die Diamond, die heeft een heel persoonlijk karakter. Hè? Dus de Diamond, die is bij mij op een bepaalde manier. Ja. Hè? Zoals in de katholieke traditie, beschermengel. Hè? Dus, nou, die notie hebben jullie dan niet gebruikt, maar beschermgeest deed me daar natuurlijk ook wel aan denken. Maar die daimon, en dat heeft ook weer te maken met die constellatie, hè, waar je al ingeboren bent, dat is in zekere zin wat achter je rug om, of voor jou uit, het is maar net hoe je bekijkt, toch een mede jouw gids is, of zelfs je pad bewaard of bewaakt, of hoe je het maar wilt noemen. En daar zit dus een heel persoonlijk element in. En ik vind dat eigenlijk ook het fascinerende. Ook wanneer je dus die relatie legt met enerzijds Aristoteles, hè, wiens leermeester hij was, hè, en anderzijds die tragediedichters. En dan lijkt alsof Plato ook dat persoonlijke element voortdurend in zijn werk. Is dat iets wat ook een wezenlijk andere karakter geeft aan de mythe ten opzichte van, laten we zeggen, de wetenschap? Dit persoonlijke. Ja, ik ga eerst even naar. Ik ben naar Hugo daar. Ik denk dat je daar, zeker een punt van kan maken. Of wat natuurlijk zo bij die tragedieschrijvers zo is. Die worden natuurlijk famously uit de ideale staat gegooid. Die dichters op een gegeven moment door Plato. Maar je ziet ook heel erg dat Plato zich in die mythen bijvoorbeeld gewoon positioneert eigenlijk als een rivaal van die tragedies. Hij kan het eigenlijk beter. En die verhalen die de tragedieschrijvers vertellen, onder andere, die worden natuurlijk afgekeurd omdat ze eigenlijk alleen maar aan het emotionele appelleren tot op zekere hoogte, maar vooral ook natuurlijk gewoon vanwege hun morele inhoud. En daarom kan Plato, de rivaal van de tragedieschrijvers, die kan het dus op een betere manier, die kan dus betere mythen maken, die dus wel echt opvoedend kunnen zijn. En ik denk dat, maar wel dat affectieve dus hebben. Jawel, want anders, en dat hele persoonlijke ook. Klopt, want anders denk ik dat, of tenminste, dat is een mogelijkheid die wij noemen, is dat het voor in ieder geval bepaalde mensen, die je toch ook filosofisch wil opleiden, of in ieder geval wil opvoeden op een bepaalde manier, de filosofie is gewoon te lastig. En je kunt best die hele dialoog meemaken en het dan misschien nog wel een beetje volgen. Maar als er dan nog zo'n verhaal komt aan het eind, en sommige van die mythen staan ook echt op, dat zijn echt de allerlaatste woorden van die dialogen, dan heb je toch iets meer gevoelsmatigs, meer beeldends, waar je beter op kunt aanhaken. En dan kan je echt nog wel, zeg maar, de kern in ieder geval van het betoog van Plato, bijvoorbeeld dat de ziel onsterfelijk is, die kan je dan best wel onthouden aan de hand van die mythen. Ik denk zeker dat het een punt is. Maar wat ik ook denk is, kijk,
dat persoonlijk appel zit in een aantal van die mythen. Dus als je die we hebben ook de grotvergelijking opgenomen. Daar kun je ook steggelen of dat een mythe is. Maar dan worden het beroemde beeld dat wij eigen of dat er dat, van die gevangenen in die grot die vast. Ja, hij noemt het zelf een allegorie, hè? Ja, dus dat je vastgeketen zit naar schaduwen kijkt. En dan zegt een van die gespreksmaatjes: ja, zo, dat is een gek beeld, een gekke gevangenen. En dan zegt Socrates: ja, maar ze zijn zoals wij. Hè? En volgens mij is dat een van de sleutelpassages in Plato. Het gaat uiteindelijk niet om de beschrijving van een, ja goed, dat is ook wel belangrijk, van een bepaald soort metafysica. Maar het gaat met name om jouw plaats in die wereld en wat voor consequenties jij daaraan verbindt. Hè? Dus ook die, in die mythe van R, die hiernamaals mythe. Uiteindelijk is daar de boodschap dat ondanks al die die astrologische elementen, dat het om jouw keuze, jouw persoonlijke keuze gaat. Het zijn jouw keuzes die uiteindelijk ook zorgen voor die daimon. Het is niet zo dat je die daimon toegeworpen krijgt. Maar zoals in die tekst ook staat, het is, wat dat betreft, is de deugdzaamheid is zonder meester. Het is jouw keuze. Dus dat persoonlijke. En het eindigt er ook vaak mee, dat zo Socrates aan het eind van zo'n mythe zegt, ja, of jij dat nou, deze zo'n gesprekspartner, of jij dat nou wil geloven of niet, maar als je nou verstandig bent, neem je het wel serieus voor jouw persoonlijke leven. En ik denk dat het ook voor die lezer is, op het moment dat die gesprekspartner wordt aangesproken, maar als ik jou was, zou ik het wel serieus nemen, want het gaat ook over jou, dat het ook naar die lezer is. En dat is precies wat je zegt, denk ik, met die tragedie die natuurlijk ook worstelt met zeker bij Euripides en zo. Er gebeurt toch heel veel in die wereld. En Euripides is ook vrij filosofisch, tenminste. En dat het toch gaat over het neerzetten van zaken die op dat moment en misschien ook later, of buiten die Atheense context van belang zijn. Maar heel nadrukkelijk dat je er ook bij gesleept wordt in die tragedie, omdat je ernaar zit te kijken en er emotioneel bij betrokken bent, maar ook bij Plato. Het wordt bij herhaling in die tekst, het gaat ook over jou. Ja, ik vind wel dat je hem iets te liberaal uitlegt. Want het gaat om, of existentieel zou ik bijna zeggen. Wat Schelling op een gegeven moment ook aanhaalt, dus in zijn vrijheidstekst, van Wezen der Vrijheid, en ik denk dat hij dat voor een deel ook bij Plato vandaan heeft, dat er eigenlijk al een beslissing genomen is. Dus en dat zit in de mythe van R ook. Dat je leeft vanuit het besef dat er al een beslissing genomen is. Nou ja, is een dubbele boodschap. En dat is precies ook die constellatie. Voor de daimon, je hebt hem gekozen. Het is niet dat je zegt, nou, gaan we weer eens een andere daimon kiezen. Nee, daar zit je er ook aan vast. Dus er zit iets in het leven wat al gekozen is, op het moment dat je op aarde bent. En er is natuurlijk iets dubbels bij Plato. Dus hoe kies je je daimon? Daar heb je de vrije keuze in. Maar jouw keuze is voor een belangrijk deel bepaald door je voorafgaande ervaringen. En die ervaringen die tekenen je. En dat zorgt dat je bepaalde keuzes maakt. En de vraag is vervolgens, in hoeverre ben je dan vrij? In hoeverre is die keuze vrij als die? Nou ja, dat is misschien onze problematiek rond die vrijheid. Maar in ieder geval, en dat vind ik zelf ook heel intrigerend, precies aan het voorbeeld dat jij nu geeft. Een van de klassieke mythes, en dan mythe van R, jullie beschrijven hem ook mooi. Maar de ervaring eigenlijk van een dat er iets in jou werkzaam is wat al terugwijst naar een voorgeschiedenis, ja, die je niet in de hand hebt. En ik denk dat dat een hele fundamentele gedachte is. Dus ook wanneer je zegt, ja, word wie je bent. Dat de daimon in zekere zin ook een oproep doet om te worden wie je bent. En je kan zeggen, ja, dat kan in een bepaald geval misschien ook best wel heel erg naar uitpakken, maar het is iets raadselachtigs in dat geboren worden. Nou ja, goed. Je kan zeggen, het is natuurlijk een moderne hang-up met die vrijheid, maar er zit in die mythe van, in die mythe van R zit toch wel een soort van, en ik denk toch dat, ik mag nog steeds graag geloven dat Plato dat bewust op die manier neerzet. Natuurlijk heb je een bepaalde vrijheid om keuzes te maken, maar die keuzes die maak je niet, zeg maar,
vanuit het niets. Hè. Er is een voorafgaande ervaring die voor een deel die vrijheid aan keuzes die er op papier misschien is wel sturen. Maar misschien moet je het, dat dacht ik af en toe bij lezing wel eens, maar in mijn kritische notie van je moet het misschien wel raadselachtiger houden. Soms denk ik van het wordt net iets te plat geïnterpreteerd vanuit een modern perspectief. Van waarom niet dat mysterie waar Plato duidelijk aan raakt, dat gewoon ook het mysterie laten. Die ziel ook als het raadsel, eigenlijk het grote raadsel in zijn werk. Nou ja, ik heb wel een bepaald soort sympathie voor die suggestie van jou. Je zit alleen natuurlijk met aan de ene kant wil je een enigszins toegankelijke tekst hebben. En ik zou maar zeggen, de docent in ons wil toch ook een enigszins helder verhaal hebben. En aan de andere kant heb je natuurlijk gelijk. Er zit bij Plato zit ook dat mysterie. Waar ik ook aan moest denken, ik ben benieuwd hoe Hugo. Dat lezing van Plato is ook op een bepaalde manier bijna een soort. Wat zou ik zeggen? Theoretisch, maar dan in Platoonse zin. Hè? Dus niet onze theoretisch, maar echt meedoen in het spel, zou ik hier zeggen. Een variant op wat je in. De Griekse wereld ook tegenkwam in die Elysische mysterie of zo. Dat het heeft iets soort inwijdingsbeweging. Klopt, en Plato schrijft ook heel vaak over zeg maar het bereiken van die hoogste stadia van de filosofie in zo'n Elysische context. Dus je bent op een gegeven moment echt een soort weideling. Ja. En ik denk dat die religieuze context daar ook voor nodig is om een klein stukje van dat. Ja, om een vleugje van dat mysterie te bewaren eigenlijk. En dat hoort er echt bij. En ik denk dat misschien dat goed voor de kijker, wat gebeurde er bij die mysterie? Ja, dat weten we dus niet. Nou ja, wel een beetje. We weten het wel een beetje. Ja, dus we hebben in ieder geval de afdaling. En de. Ja, daar natuurlijk. Jij weet waarschijnlijk het minst even wat als ik. Maar wat er gebeurt is dat degene die ingewijd werden, en dat ging dan met een soort van belofte van een betere status in het hiernamaals, maar daar gebeurde wat met die mensen. Zoals Aristoteles ook, volgens mij is dat een uitspraak van Aristoteles. Hè, het ging er niet om te leren, hè, matijn, maar om te ondergaan. Matijn. En wat daar gebeurde was dat mensen in een bepaald soort toestand werden gebracht. Bijvoorbeeld door slaaponthouding. En dan werden ze in een donkere ruimtes gebracht met veel lichteffecten en geluidseffecten. Zodat er een soort. Je waarneming beïnvloed werd, waardoor je geacht werd open te staan voor dan het echte mysterie, waarin dingen getoond werden die met een onderwereldcultus te maken hadden rond de meter en zo. Ja. Waar misschien dan nog wat van uitleg bij zat, hè, maar dat emotioneel, dat in een bepaalde toestand brengen, zodat een mens gevoelig wordt voor een bepaalde openbaring, revelatie, het tonen van dingen. En dat zie je bij Plato voor een deel ook. Als je die, ik ga even naar Hugo, hoor. Ja. Ga even naar Hugo, want ik vroeg het maar Hugo, hè. Ja, jij wil er heel graag over vertellen. Ja, maar. Maar dit zijn toevallig dingen waar ik enorm mee bezig ben. Dus Bert vertelt goed, denk ik, wat wij zo'n beetje weten over die mysterie bij Eleusis. En het is fascinerend dat dus allemaal geheim moest blijven. Als je ingewijd was, dan mocht je er niks over. Belangrijke mysterie. Klopt, ontzettend belangrijk. Ja. Ja. En ze waren dus ook relatief, als je kijkt naar rituelen in de oudheid en van die polis-gerelateerde festivals, echt best wel inclusief. Omdat er dus niet iedereen was, deed. Het was niet alleen maar voor mannen. Nee. Het was ook voor vrouwen, het was ook voor slaven, het was ook voor buitenlanders. Iedereen mocht daar eigenlijk aan meedoen. En het was. Het was gigantisch. Als we ook kijken naar puur die site. Hè, dus we hebben die archeologische plaats Eleusis hebben we. En dan kun je ook heel goed verschillende fasen aanwijzen. En dan zie je dat het in de loop der eeuwen enorm is uitgebreid. Er wordt overigens nu ook nog steeds heel erg veel aan gewerkt. Dus er komt nog steeds van alles nog wat naar boven. Ja, maar het idee was in ieder geval toch dat het inderdaad een weg was, hè, die je aflegde. Met een afdaling en een terugkeer. Het is ook een heel vreemd bouwwerk wat je daar vindt. Heel anders dan bijvoorbeeld een tempel of zoiets dergelijks. Het was een grote vierkante ruimte met allemaal zuilen. Het helemaal donker kon het worden gemaakt. Alleen maar toeschouwers die inderdaad waarschijnlijk in een soort van
half gedrogeerde toestand daar zaten. Ja, dat is het gevoel, hè? Dat er is iets van... Er was een soort mengdrankje... Of andere... Weten we helaas ook niet precies hoe dat zat, maar dus dan... Komt ook trouwens al tevoorschijn bij Homerus, hè? Ook bij Odysseus. Daar heeft hij Molly. Ja. Molly is ook een wortel, die hallucinogene effect. We weten niet precies, zijn wel suggesties, maar we kennen tegenwoordig ayahuasca-achtige seances. Maar daar doet het wel wat aan denken, maar het lijkt dus alsof het toch te maken heeft ook met die persoonlijke reis die je aflegt. Ja, en het moet dus, je moet daar dus ook echt moeite voor doen. Het is een bepaalde route en je moet er open voor staan. Ja. En ik denk dat mythen dus helpen ook daarbij om het toegankelijk te maken. Plato is ook expres natuurlijk, als hij zelf die mythen bouwt, want hij maakt ze echt zelf, is onze overtuiging, is hij dus ook elementen uit bestaande mythen aan het gebruiken, de ene keer meer dan de ander. Ook om dat gevoel van vertrouwdheid een beetje mee te geven aan zijn lezers of zijn toehoorders. Soms gebruikt hij meer van zichzelf. En het hangt ook een beetje af van wat voor doel er precies is. En zo bouwt hij ze. En probeert hij ook inderdaad natuurlijk de mythe die hij vertelt heel erg binnen zijn eigen context te plaatsen. Daarom zie je ook dat er best wel veel variatie is, ook over bijvoorbeeld die daimon waar het al een paar keer over is gegaan. Dat is dus niet een soort van heel consistent wezen. We hebben hem steeds een beetje op een andere manier nodig. En de ene keer zit Plato misschien wat dichter bij de daimonen die we al kennen uit Homerus bijvoorbeeld en uit Hesiodus. En de andere keer wordt het veel meer zo'n persoonlijke begeleider. Ja, je zou bijna daarvan kunnen zeggen dat is je lot. Dat is je daimon. En dan is die neutraal. Je hebt zelf gekozen. Ja, het kan slecht zijn, kan niet, kan goed zijn. Maar we gaan er niks meer aan veranderen. En een andere keer zien we dat die daimones bijvoorbeeld echt hoeders zijn van de mensheid. Ja, dan zijn ze juist heel goed. En dan fungeren ze als een soort van tussenlaag tussen de goden en de mensen. Dat is ook heel erg Platoons. Ja. Dat die demonen of daimones daar worden geplaatst in die tussenlaag. Want de goden, ja, die zijn heel ver verwijderd van de mensen. Dus die hebben een kanaal nodig om met mensen te kunnen communiceren. Die mythische dimensie die zit dus ook rond die Elysische mysteriën. In de zin dat bijvoorbeeld daar Demeter een rol speelt. We kennen natuurlijk allemaal de afdaling van, we kennen allemaal, maar Persephone in de onderwereld. Die dat weer terugkeert. Dus er zit ook zo'n soort beweging in. Weten wij iets over, laten we zeggen, die praktijken binnen de academie? Dus want het is duidelijk dat er ook nog een soort, of duidelijk, maar Plato spreekt er ook over in zijn brieven, dat niet alles, en niet de kern, is opgeschreven. Ja, over die, wat er precies binnen die academie gebeurde, hè? Dus de school van Plato, de fysieke school, dat is... Maar daar zat een religieuze component aan. Er zat een heel duidelijke religieuze component aan. Ik denk dat het ook... En dat is, je hebt het al eens een keer de vergelijking met Aristoteles gemaakt, maar dat is echt bij Aristoteles heel, heel anders. En er zit iets ook geks als... Ja, Aristoteles heeft er 20 jaar rondgelopen, maar als hij over Plato schrijft, is het bijna altijd verwijzingen naar die dialoog. En je hoort heel weinig van wat hij daar nou heeft meegemaakt. Wat bizar is als je daar 20 jaar rondloopt. Kijk, wat daar precies gebeurde, weten we niet. Maar het is wel duidelijk dat Plato, wat dat betreft, die mysterieën zo heel serieus nam. Hè, als je kijkt bijvoorbeeld die mythe uit de Fedus van het gevleugelde tweespan. Ja. Dat wordt helemaal omschreven in en afgezet tegen die Eleusinische mysterie. Dus die tocht naar de bovenhemelse plaatsen waar de ideeën zijn, dat wordt gepresenteerd als een initiatie. In het symposium, het mysterie van de liefde, wordt opnieuw heel nadrukkelijk gepresenteerd als zo'n mysterie-initiatie met verschillende stadia, hè, waarbij je dan op een gegeven moment de
soort van priesteresachtige figuur, een raadselachtige mevrouw, waarvan we het idee hebben dat hij misschien niet echt bestaat. Maar Theosophus zegt van ja, hey, ik kan je naar... Diotima. Precies. Ja. Maar die dus, hè? ik kan je brengen tot een bepaald inzicht, wat nog rationeel te bereiken ja, is. Maar dan? Maar daarna, of jij in staat bent om naar de ultieme... Ja. De ultieme... Het einddoel te gaan van mijn verhaal, en dat is dan toch het zien en ervaren van de ultieme schoonheid, dat weet ik niet. Hè? Want dat is inderdaad, zoals je zegt, een weg die jij moet gaan. Een weg, en ik denk dat het ook voor Plato's lezer geldt. Hè? Je kunt die logos, die kunnen we allemaal naveltrekken. We kunnen allemaal redeneren, we zijn rationele wezens. Maar die logos brengt je tot een punt. En daarna komt bij Plato, hè, bij die, hè, ook die, dat verhaal over die initiatie in de schoonheid. Ja, hè, als zij het niet van, hè, de Diotima het niet van Socrates weet, dan weet Plato het ook niet van die lezer, zou ik maar zeggen. Dus dat is... Ja, nu we het er zo over hebben, realiseer ik mij ook dat bij Plato in de dialoog natuurlijk de aporie een hele belangrijke rol speelt. Hè? Dus de aporia is ja, we vertalen het als verlegenheid, hè? Maar het is natuurlijk de poros, de doorgang, hè, die wordt gestokt. Hè? Dus je komt niet meer verder, je zit vast. En dat is ook mede wat de logos teweeg kan brengen. Dat we in een zaak zo doorspreken met elkaar, dat mensen op een goed moment zeggen, ja, ik weet het niet meer, ik kom niet meer verder. Het gebeurt ook nogal eens dat op dat moment het mythe wordt ingezet. Ja. Volgens mij ook in de Phaedo bijvoorbeeld. Een soort van, ja, plaatsen waar het even niet meer verder kan, dat Plato mythe introduceert. Ja, die Phaedo is natuurlijk wel een heel aardig voorbeeld, hè? Dus de Phaedo gaat over de vraag, is de ziel onsterfelijk en wat wacht ons na dit leven? En dat is binnen de context van die dialoog heel acuut. Hè? Want Socrates zal aan het eind van die dialoog de gifbeker drinken. Hè? De time is ticking away. Hè? Dus, ja. En dan zeggen ze op een gegeven moment inderdaad, er zijn allerlei argumenten geweest. En dan is het toch het verhaal op een gegeven moment, ja, maar wat nu als die argumenten niet kloppen of onvoldoende overtuigen? En dan is het risico dat je zelfs een hater van de logos wordt. Wat was het woord alweer nou? Misoloog. Misoloog, ja, precies. Ja. En daarna komt dan die mythe als een... Uitweg. Een soort uitweg, eigenlijk. Ja. Een aporia. En wat, als je het hebt over die aporie, en we hadden het daarnet over die elogenische mysterie, dat je eerst in een bepaalde toestand wordt gebracht. Dat heet, daar lijkt, heeft het toch iets nou ja, van, maar het is aporie, ook die aporie, van... is, het maak je, hè, omdat je vastloopt of zo, maakt het je ontvankelijk voor een andere manier. Maar het is ook omdat dat je eigenlijk je mentale wereld instort. Hè? Je kunt het niet meer volhouden op deze manier. Dus het is het maakt je juist ook bereid om eigenlijk nieuwe beelden toe te laten. Nou ja, de vanzelfsprekendheid. Hè, heel vaak valt die aporie een vanzelfsprekendheid aan mensen die weten hoe het zit. En die worden dan, zeker in die Platoonse vroege dialogen, op een gegeven moment gedwongen, op een vrij vaak door hen ervaren als pijnlijke wijze, dat zij er niet uitkomen. En dat creëert natuurlijk op het moment dat je vaste overtuigingen instorten, creëert dat wel de ruimte om een nieuwe kijk op de zaak te ontwikkelen. Dus ja. Ik denk dat ik weet niet hoe je erover denkt, maar ik denk wel dat die aporie wat dat betreft een soort van voorbereidende functie kan hebben om mensen ontvankelijker te maken voor het verhaal dat Plato doet. Dat is ook zo. En het is natuurlijk vaak zo dat de mythe, de traditionele mythe ook, dat die gaat, zeg maar, verder dan waar wij kunnen komen überhaupt. Absoluut. Ja. Dus als je een beetje onderzoek doet naar waar worden nou die grote mythevertellers, de echte grote autoriteiten op het gebied van mythe. Dus Homerus aan de ene kant, Hesiodus aan de andere kant. Waar worden die nou eigenlijk vooral de hele tijd over aangehaald? En ook om aangevallen. Natuurlijk, dat gaat over aan de ene kant hun voorstelling van de goden, die wel of niet in de haak zijn. En aan de andere kant gaat het altijd over de onderwereld. Ja. Want als we daar iets over willen weten, ja, wij kunnen dat niet weten. Dus onze toegang is geblokkeerd. We kunnen daar niet met onze logos komen. Dus als we daar iets over willen zeggen, dan zit je traditioneel altijd in het veld van de mythologie. En daarom gaat er natuurlijk ook
een mythische tocht maken. En daar ging het trouwens die Elysische Mysterie ook over. Ja, precies. Daarom... Dat was een soort... Je kunt niet verder. En dan moet je dus op een gegeven moment om daar toch weet van te hebben. En om dus hopelijk ook een plekje te bereiken in de onderwereld. Tenminste, een fijn plekje in de onderwereld waar het goed met je zal gaan. Ja, daar moet je dus een heel andere ervaring voor. Bijna een soort van, sowieso religieuze, maar bijna mythische ervaring. Ja, ik realiseer me ook, kijk, de mythe en de droom. Die hebben natuurlijk een zekere overeenkomst. Dat wordt die droomachtig. Dat zie je ook in die verhalen van Plato. Dat is een soort droomachtige stemming die er dan eigenlijk in wordt gebracht. En ik realiseer me ook dat bij Hesiod dus natuurlijk de droom en de dood eigenlijk al heel vroeg in de hele in Theogonie. De Theogonie. Dus de heel vroeg eigenlijk worden gepresenteerd. Hè? Het zijn de kinderen van de nacht. Dat is juist. En dus er is een verwantschap tussen die. Het zit er dicht bij de chaos ook, hè? En in dat opzicht. Genealogisch. Ja. Dus de taal van de oneiroi, dus de dromen, die hebben dus een soort verwantschap met dat domein van de onderwereld of de dood. Of de... Absoluut, hè. Dus Hypnos en Thanatos, dat zijn broers van elkaar, uiteraard omdat ze op elkaar lijken, en afstammelingen van nacht. En dat is een hele mythische manier. We hebben eigenlijk vooral Hesiodus, tenminste goed over, zeg maar, voor dat terrein, die echte goden genealogieën. Dat zijn natuurlijk allemaal, het heet ook theogonie, het gaat over het ontstaan van de kosmos, maar tegelijkertijd is het ook een kosmologie, want het legt ons uit, opbouw, hoe zijn de verhoudingen dan? En volgens goed mythologisch gebruik is het dan allemaal uitheologisch. Dus we gaan kijken naar de oorsprong en dan begrijpen we hoe het zit, hoe het nu is. Dat heeft daar zeker mee te maken. Zullen we een stukje lezen? Dat is goed. Ja. Jullie hebben het zelf vertaald, hè? Ja. Dat was de hele grap. Dat was de hele grap. In ieder geval een deel van. Wat ga je lezen? Ik lees even een klein stukje voor uit de Phaedrus. Niet de passage over de wagenbedden, maar een passage over... We zijn op 137 dan nu. En dat gaat over de ontdekking van het schrift. En daar vertelt... De ontdekking van het schrift, daar vertelt Socrates een mythe. En hij zegt, vroeger in Egypte waren er goden. En een van die goden die heette Tuit. En die was een superuitvinder. En dan gaat hij als volgt verder. In die tijd werd Egypte in haar geheel bestuurd door Tamos. De god die de Grieken Ammon noemen. Hij woonde in de grote stad in het binnenland van Egypte, die we kennen als Thebe. Deze god kreeg een bezoek van Tuit, de uitvindergod dus, die hem zijn uitvindingen liet zien. Tuit vond dat die doorgegeven moesten worden aan de rest van de Egyptenaar, maar Tamos vroeg bij iedere uitvinding wat het nut ervan was. Tuit lichtte alles toe en Tamos liet kritische of goedkeurende geluiden horen, al naar gelang de uitleg hem beviel of niet. Het verhaal gaat dat Tamos veel positiefs en negatiefs aan Tuit had te zeggen over iedere kunst, maar het voert te ver om dat allemaal te herhalen. Toen ze bij de letters aankwamen, zei Tuit... Door deze kunstkoning zullen de Egyptenaren wijzer worden en beter in het onthouden. Deze uitvinding is een middel om het geheugen en de wijsheid mee op te peppen. Maar Tamos zei, Tuit, toptechneut, het is de één gegeven om kunsten te scheppen, maar aan een ander om te oordelen in hoeverre ze schadelijk of nuttig zijn voor degene die ze gaan gebruiken. Jij bent de vader van de letters en uit liefde voor je nageslacht beweer je het tegenovergestelde van wat hun kracht is. Letters zullen de geest van degene die ze leren namelijk vergeetachtig maken, omdat ze hun geheugen niet meer trainen. Ze vertrouwen op het schrift, iets buiten zichzelf, door tekens die niet van henzelf zijn. Ze onthouden niets meer binnen in zichzelf. Je hebt dus geen pepmiddel voor het geheugen uitgevonden, maar een middel om mensen ergens aan te herinneren. Je biedt leerlingen dus de schijn van wijsheid, maar niet de waarheid. Dankzij jou lezen ze van alles zonder echte instructie. En lijken ze dus van alles te weten, terwijl ze juist onwetend zijn op de meeste gebieden. Bovendien zijn ze irritant, omdat ze eigenwijs zijn in plaats van wijs. Dit stukje even. Ja, prachtig, hè? Het is heel leuk. Ik noem hem de laatste tijd vaker hier op het kanaal, aan Marshall McLuhan denken. In The Medium is the Message. Zeker, hè, die het heeft over... het medium zelf heeft al een boodschap en een van de... kenmerken die hij noemt, is dat het medium dus ook amputerend kan werken. Nou, dit is een soort amputatie van ons geheugen. Ja.
Maar hier doelde jij ook op, Bert, toen je aan het begin zei. Ja, we willen eigenlijk ook met die mythes van Plato ook een soort spiegel voorhouden waarin mensen ook hedendaagse vraagstukken kunnen... Ja, het is niet toevallig dat we op deze passage uitkomen. Omdat we allemaal met onderwijs te maken hebben. Ja. Je ziet die moderne middelen en vanochtend toevallig in de krant geloof ik dat zelfs baby's tegenwoordig uren al naar het internet zitten te kijken. Dan zit je weer bij McLuhan dat de medium en de message. Dat is iets wat je... Dat is geen oorspronkelijk idee van ons natuurlijk, dat best relevant kan zijn voor de moderne digitale tijd. Alleen het is niet minder frappant dat we tegenwoordig denken alles te weten, want we kunnen alles op onze telefoon opzoeken. En dat leidt inderdaad tot schijnweten en irritatie. ChatGPT hebben we nu, hè? Dat soort dingen. Dus dat was vooral... En toen we dachten, we moeten toch ook iets om verhalen die eigenlijk heel vreemd zijn, hè, zoals je het ook zelf benoemd hebt. Want het komt uit een hele speciale context waarvan sommige dingen ons misschien hebben wat vreemd of onbekend zijn. Om dat toch ook een handvat te geven om dat ook op een andere manier toegankelijk te maken. Dus dat gebeurt voor een deel ook in die essays. Maar dit is toevallig zo'n tekst waarvan je denkt, maar dit is... Zo'n verhaal dat uitnodigt om na te denken over wat je om je heen ziet. Ja. En die ambiguïteit die je nooit in de vertaling kan leggen. Maar goed, dat weet je zelf ook. Maar het woord voor wat wij als pepmiddel en zo hebben vertaald is pharmacon. Ja, pharmacon, ja. Dat is een geneesmiddel of een gif. En dat laat ook zien het ambiguë daaraan. Want Plato schrijft zelf ook, maar... Ja. Mijn idee, misschien ook ons idee, zou dan zijn dat Plato schrijft op zo'n manier dat hij de problemen van het schrift probeert te omzeilen. Dus juist waar we het eerder vanochtend al over hadden, dat het is niet alleen maar je krijgt niet hier eens een beetje informatie, je moet er zelf wat mee. En op die manier word je weer geactiveerd om toch weer actief te worden. En dat is, denken wij, van die Platoonse dialogen doen, maar ook van die mythe, dat je niet passief dat een beetje kan consumeren. Maar nee, je... precies. Ik moest hier ook weer denken, langs een andere lijn van McLuhan. Cadmos wordt ook wel gezien als een van de uitvinders van schriften, het alfabet geloof ik. In de Griekse mythe. En die mythe halen jullie trouwens ook nog aan rond de Thebanen. Hè? Dus, en McLuhan verbindt die drakentanden die gezaaid worden. De drakentanden, dat is het alfabet. En het alfabet creëert dus grootschalige organisaties en legermachten. Dus dat is een soort gekke verbinding die hij daar legt. Dat de drakentanden eigenlijk het alfabet zijn... Je moet, wat altijd zo is als je mythische analogieën gaat maken, dat je echt moet tuurlijk oppassen over wat je verder allemaal nog importeert. Absoluut. De mythe doet ook een beroep op deze associatie. Hè? Nee, maar dus denk ik ook wel. Dat is natuurlijk aardig. Natuurlijk. Het punt geweest. Natuurlijk, één manier om Plato te lezen, die mythe te lezen, is binnen die context van die Platoonse filosofie. Aan de andere kant, voor alle mythen geldt, die Cadmos stond ook. Er staat geen hekje omheen afblijven. Dit is wat het moet betekenen. Ze speelden er continu zelf ook mee. Nou ja, daarom. Dat is denk ik ook wel onze uitnodiging ook aan de lezer geweest. Van natuurlijk, je hebt de Platoonse context, maar je mag er zelf op een gegeven moment ook meespelen. En wat dat betreft is die Platoonse mythe net zo goed als al die traditionele mythes. Het is ook iets waarmee je zelf uit de voeten kan. Nou, wat ik ook mooi vond is dat ik had me dat nooit zo sterk gerealiseerd als bij lezing van jullie boek. Hoezeer bijvoorbeeld ook onze eigen concepties van de onderwereld die we aan het christendom toedichten, of van de Bijbel, eigenlijk geïmporteerd zijn uit het werk van Plato, hè, voor een aanzienlijk deel. Ik vond dat zo curieus toen ik daarmee bezig was, dat daar zo'n Platoon... Maar het klopt natuurlijk. Ja, je hebt een beetje het Oude Testament, hè, waar het geween en het tandengeknars is. Maar veel meer wordt er eigenlijk niet over gezegd. Maar bij Plato krijg je echt een levendige voorstelling. Dan zit je zo bij Jeroen Bosch. Nou ja, precies. Ja. Nee, maar je hebt van die demonen die met urige...
spoken of weet precies, ik die veel. Die je met inderdaad ja, van die vurige figuren die je gewoon prikken. En ja, zo, ja. Weet je wel, helemaal wat wij ook altijd maar denken. Zeg, ja, hoe de hel eruit ziet. Ja. Gewoon ja, hierover... Maar waar zou die dat nou weer vandaan hebben? Want dat tref je niet bij Homerus, hè, zozeer. Nee, absoluut niet. Nee, bij Homerus is het eigenlijk gewoon een dooie boel. Ja, nou ja, het zijn schimmen. Het zijn die schimmen. Het is allemaal een beetje levenloos, en er valt niet zoveel te beleven. Die schimmen piepen daar wat, hè. En als een soort slappe vaaldoeken ja, hangen ze daar een beetje rond. Ja. Nou, ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken voor het maken van dit boek. En voor jullie komst hier natuurlijk heel leuk. Naar de nieuwe wereld. En ik kan het bij iedereen van harte aanbevelen. Ook wanneer je dus wat meer zicht wil hebben op de mythes die wij hebben rond bijvoorbeeld de onderwereld. De mythe van Plato. Dus mooi werk. Dankjewel. Beste kijker. Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.